biotechniek. Hoe zit dat nou ook weer? Want je hebt de traditionele biotechniek en moderne biotechniek. We gaan beginnen met de traditionele biotechniek. Traditionele biotechniek noem je ook wel veredeling. En dat doen we al honderden jaren, misschien wel duizend. En daarbij heb je een beeld bij wat voor organismen je wilt hebben. Je hebt een soort en in die soort, net als bij mensen, is heel veel variatie. Er zijn heel veel verschillende, zien er allemaal verschillend uit. Maar je wilt bijvoorbeeld een koe hebben die heel veel melk geeft. Een plant die je heel veel opbrengst geeft. In ieder geval, je wilt een ras hebben wat eruit ziet zoals jij wilt. En stel, je wilt een ras hebben van poppetjes die er zo uitzien. Dan kijk je binnen de soort naar de organismen die daar het meeste op lijken. Nou, dat betekent dat deze sowieso afvallen. Deze ook, en deze. En dan ga ik kruisen met deze poppetjes, want die lijken het meest op wat ik wil hebben. Na een aantal generaties is dit de populatie waar ik uit kan kiezen. En natuurlijk kruis ik nu niet meer met deze. En deze. En dat betekent dat ik alleen nog maar deze individuen heb. En die lijken heel erg op elkaar. Dit ras is dus veredeld. Ik kruis alleen met de individuen met de eigenschappen die ik wil hebben. Selectie door mensen dus. Moderne biotechniek noem je ook wel genetische modificatie. En daarbij ga je uit van het bouwplan. Ja, maar dan anders. Het bouwplan zoals het vast ligt in het DNA. En je pakt daar een stuk DNA, een gen, van de ene soort, bijvoorbeeld een plant, en die breng je in bij het DNA van de andere soort, bijvoorbeeld een koe. En je krijgt dan een koe die de eiwitten gaat maken van de plant. Biotechniek, veredeling en moderne biotechniek, genetische modificatie. En dat is biotechniek.